to believe and never shoot. Sometimes never been so good. I've been declined to believe and never shoot. Sweet Caroline. Wie is nou Peter Dietvorst? Wie is dat? Een oudje. En er is alles mee gezegd. Hoe oud? Ik word voor een paar maanden 82. Wat heb je allemaal gedaan in je leven? Een heleboel. Ik ben toch zeker 25 jaar werkmeester geweest op een sociale werkplaats. En daarna kon ik vroegtijdig met pensioen. Toen ben ik gaan schrijven, ben ik voor de krant gaan schrijven. En dat heb ik tot mijn ongeveer 75 gedaan. En op een gegeven moment stopt dat. En vorig jaar toen zaten we gezellig in de tuin bij stel vrienden, een barbecue'tje. En zaten we een beetje uit te dagen van, er is een wedstrijd van Big Rivers en daar moet jij maar eens aan meedoen. En ja, ga weg man, daar heb ik een gezin in. Maar ja, naarmate de avond steeg en het werd gezelliger en een borreltje op. Ik zei, doe wel mee. Ik denk, vlieg het toch de eerste keer uit. Want het was dik 25 jaar geleden dat ik ooit van mijn leven een gitaar of wat dan ook in mijn handen had gehad. Maar goed, ik deed er aan mee, maar ik vloog er niet uit. Ik won die wedstrijd. Dus ja, vorig jaar groot feest in de Energiehal en optreden daar bij de... Op de grote kerstplein. But now I know it's going strong. Was it spring? And spring became the summer. Who could believe you came along? And touching hands. Touching me, touching you, touching me, sweet Caroline, sometimes never been so good, I've been declined. En een tour langs die verjaardag verzorgde, wat ik heel erg leuk vond om dat te doen. Nou ja, dit jaar ging het dan niet door. De bezuinigingen van de gemeente, die maakten de gemeente aan. Er was geen Silver Talent Show. Ze vonden het toch belangrijk genoeg om het toch maar een keer terug te vragen. Ja, maar dit jaar liep het een klein beetje aan de hand. Er was een slimme cameraman, die heeft een of andere videoclip gemaakt. En die reist op de groep de halve wereld heen. En het is zijn eigen leven gaan leiden een beetje. Take my whole life to for I can tell falling in love. Like a river flow, just slowly to the sea, darling, as you know, some things just had to be, so take my hands, take my whole life through. Als je naar het Amazing Corps kijkt wat achter je staat met een dirigent die van boven tot onder elektriciteit staat, springt het podium bijna af.
die John Stinnetje, dat is een geweldenaar. Maar het koor straalt plezier uit van het doen, van het zingen. En dat geeft een enorme steun achter je rug. Want dat is gewoon alles meezingen. En dan, als je daar staat, dan dat lopen een 3.000-4.000 man rond. Dan zie je dat, dan zie je het komen. Dat is een geweldig idee om dat een keer te doen. Ik zou het niet elke dag hoeven, maar voor een of twee keer zo is het wel iets geweldigs om te doen hoor. Dat maak je eigenlijk, zeker op mijn leeftijd, eigenlijk nooit mee. En mensen zullen dat misschien uniek vinden, dat weet ik niet. Je kunt ook anders oud worden, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Heb je altijd gezongen? Ik heb altijd gezongen, ja. Maar, ja, feesten en partijen? Of? Heel lang geleden, toen mijn eerste vrouw, die is overleden, maar bij mijn eerste vrouw had ik een duo. Daar waren we toen redelijk bekend mee in de regio Breda, in Brabant, de omgeving, daar kom ik vandaan. We hadden wat radio-uitzendingen, we zongen wat bij festivals en zo. Ander soort muziek, als volk allemaal in die tijd. En dat brak dan af, want ik kwam hier wonen. En dan heb ik heel lang bij de Moerleiders gespeeld en bij de Klobo's. Was toen die tijd heel bekend hier. Alle bruiloften, partijen, voetbalverenigingen, je ze gek niet noemen. 17 jaar lang. Maar altijd, ja, nooit op zo'n groot podium natuurlijk. Dat is voor een voetbalvereniging, voor Emma en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment worden we allemaal ouder en Henk van Hoven was bijvoorbeeld iemand die bij ons speelde, een hele grote muzikant. Maar ja, de mensen gaan overlijden en dan sterft dat, krijgt dat een eigen leven. Heb ik nog een tijdje in Merwe Quartet gespeeld. Dat was eigenlijk meer dat we dat in elkaar gesteld hadden voor de oude vandaag. We werkten in die bejaardentehuizen. Piet Lauwer zat erin en Henk van Hoven en Timothy van der Hulst. Op drums. We hebben zelfs nog een. Ja, ik heb het nog wel ergens. In 1992 een uitzending voor de drom gemaakt. Falling in love with you. For like a girl. Falling in love with you. Wat is er nou zo leuk aan zingen? Ja. Kan je dat opschrijven? Nee, eigenlijk niet. Het geeft een gevoel alsof je een lekker pilsje pakt in een stamkroeg. 'S Avonds. Gewoon onder elkaar. Gewoon, je zingt omdat je wil zingen. En als je dan nog een beetje kan, dan is het helemaal leuk natuurlijk. En het applaus is natuurlijk ook leuk hoor. Maar je zingt omdat je eigenlijk altijd zingt. Je kan niet anders. En je kan natuurlijk niet alles zingen. Dat zou ik wel willen, maar dat gaat niet. Maar de stem is nog steeds goed. De stem is nog steeds goed, maar ik heb wel zangles gehad in mijn jeugd hoor. Is dat belangrijk? Dat je... Ja, ik denk de meeste mensen mijn leeftijd kunnen niet meer zingen. Dan gaat die stem gaat beven. Als je zonder techniek zingt, dan krijg je dat bibberige geluid in je stem. Dat, en dat heb ik nog niet. Op het moment dat ik het merk dat ik het heb, ben ik weg hoor. Want zo wil ik niet zingen. Maar er is me een goede techniek bijgebracht. Paul de Boer heeft me dat toen bijgebracht. Op het conservatorium in Tilburg. En jaar 4. Netjes voor me betaald. Want dan hadden we er geen geld voor. Wethouder in Breda heeft het betaald. Ja, Kwaadekker. Oude directeur van de bierbrouwerij, de Driehoefijzers. Mocht ik elke maand
150 gulden komen halen. Dat is een aardig bedrag. Nou, dat heeft hij toch. Ja, in die tijd, jongens, dat is een pak weg in 1963, was het veel geld. Hij deed het wel met een doel hoor. Je had een Breda de bar niet opgeretten. En hij wilde dat ik daarin ging zingen. Nou, dat heb ik ook eens geprobeerd, maar dat was niet mijn pakkie Jan. Het genre? Nee, absoluut niet. En, maar goed, ik heb wel mijn zanglist aan te danken. En daar heb ik nauwelijks profijt van. Dat je dus nog steady aan stem hebt. En ze leren je volume kweken, ze leren je modulatie, ze leren je stemtechniek. Dat hebben ze allemaal goed gedaan. Anders kan je nou niet meer, dat is onmogelijk. Kijk eens, een knuffel zelfs. Oh, wat mooi. Dankjewel. Volgend jaar is er weer een Beek Rivers. Maar ik weet niet of ik daarbij ben hoor. Daar moet je ook voor gevraagd worden. Maar ik heb een vaag idee van wel. Maar jij zou wel willen? Ik natuurlijk wel. Het is geweldig om te doen. Zeker met dat schitterende koor. Ja, absoluut. Dat Amazing Koor vind ik fantastisch. Ook met de hele sfeer eromheen. Als je erbij komt, dan is net een warme deken die ze om je heen slaan. Weet je niet, iedereen is aardig. Het is natuurlijk geen bestaand koor. Het komt uit alle richtingen. Hè? Het komt overal vandaan. Het is een projectkoor. Ja, ja. Ik ga niet vragen om een stukje te zingen, want ik denk dat dat... Nee, dat zullen we maar niet doen. Nee, dat doen we niet. Ik dank je hartelijk. Niks te danken, en graag gedaan. Ik hoop je volgend jaar weer aan te treffen. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel.